Welkom bij deze uitleg over hoe het brein informatie opslaat en hoe je hier slim gebruik van maakt bij het leren. Hierdoor verbetert je studievaardigheid. We gaan eerst eens kijken hoe ons geheugen werkt. Ons brein reageert op prikkels, deze komen binnen via ogen, oren, tong, neus of tastzin. Telkens als een stukje informatie ons brein bereikt, blijft het heel even bewaard in een deel van het geheugen. Informatie die niet van belang is, is daaruit na een paar seconden weer verdwenen. Wanneer we de informatie bewust willen opslaan, vormt zich een verbinding voor te stellen als een draadje naar eerder opgeslagen ervaringen. Hoe vaker we dezelfde prikkel krijgen, hoe meer draadjes er worden gevormd, hoe dikker de bundel draadjes, hoe makkelijker je iets onthoudt in eerste instantie in je korte termijn geheugen. En bij heel vaak herhalen vormen zich ook verbindingen naar het lange termijn geheugen. Bovendien geldt als dezelfde informatie via verschillende prikkels binnenkomt, bijvoorbeeld door te zien. En te horen wordt de verbinding dubbel zo sterk. Van deze kennis over de werking van het geheugen wordt gebruik gemaakt bij de volgende leerstrategieën. De docent. Uit onderzoek blijkt dat je beter leert en onthoudt als je de stof aan anderen moet uitleggen. Doe alsof jij de docent bent en je wat je net hebt geleerd moet uitleggen aan een groep leerlingen die een jaar onder je zitten. De rap. Verwerk een aantal woorden die jij lastig vindt in een tekst, het liefst op rijm. Doe dit op de melodie van een bekend nummer. Reclamemakers weten al jaren dat een tekst beter in je hoofd blijft hangen als er een leuk muziekje onder zit. Rijm en melodie zorgen voor een heel krachtige geheugensteun. Maak gebruik van de website WRTS, het kost even tijd om woorden en zinnen in te voeren. Maar de voordelen zijn dat het bij een overhoring snel is nagekeken en je weet altijd zeker dat je de stof kent. Schrijven. Het opschrijven van woordjes, zinnen of grammatica is erg effectief. Het is aangetoond dat door schrijven de leerstof beter de hersenen binnentreedt dan bij het in je hoofd leren. En hoe vaker je dit doet, hoe beter het in je geheugen wordt opgeslagen. Velen vinden dit te veel moeite. Maar het is bewezen effectief en daarom zeer aan te raden. Tekenen. Maak tekeningen bij de te leren woorden. Doordat je bewust met een woord bezig bent en er een visuele prikkel aan toevoegt, wordt het beter in het geheugen opgeslagen. Het verhaal. Maak een verhaaltje met de woorden of een deel van de woorden. Lees het verhaaltje een paar keer hardop voor. De kaartenbak. Neem een stapel kaartjes. Op elk kaartje schrijf je te leren woorden of zinnen, en op de achterkant schrijf je de vertaling. Dit doe je met alle woorden of zinnen. Door de woorden of zinnen goed over te schrijven, ben je al heel veel bezig geweest met het leren. Nog een tip: het programma WRTS kan kant en klare woordkaartjes voor je printen. Je legt de kaartjes op een stapel. Bij elk woord of elke zin kijk je of je de vertaling weet. Weet je het, dan leg je het kaartje op de stapel goed. Weet je het niet, dan leg je het kaartje op de stapel fout. Dit doe je met alle kaartjes. Op deze manier probeer je de stapel met foute kaartjes zo klein mogelijk te maken. Je moet dit stapeltje dus veel herhalen. Stop daarna weer alle kaartjes bij elkaar en begin opnieuw. Schud de kaartjes wel even van tevoren, zodat je elke keer een andere volgorde hebt. Het geheugenpaleis. Stel je een bekende ruimte voor, bijvoorbeeld je eigen huis. Kom nu binnen in de ruimte en geef elk te leren woordje een eigen plek. Herhaal je rondgang door de ruimte net zolang tot je alle woorden kent. Door de extra informatie die je aan het woord koppelt, Kun je het makkelijker onthouden? Gebaar en ritme. Bedenk bij de woorden die je moeilijk vindt, op welk ritme en of met welk gebaar je elk woord het beste uit je hoofd kunt gaan leren. Oefen de woorden en gebaren net zo lang tot je ze kent. Doordat je extra informatie aan elk woord koppelt, wordt het makkelijker in je geheugen opgeslagen. De vergeet top 10. Maak een persoonlijke vergeet top 10. De woorden die je telkens maar niet kunt onthouden. Gebruik verschillende kleuren voor extra geheugensteun. Schrijf ze op een blaadje en kijk daar telkens weer naar. Woordgroepen maken. Sorteer de woorden naar het aantal lettergrepen. Geef elke groep een eigen kleur. Een variatie is: zet alle woorden in alfabetische volgorde. Geef de woorden met dezelfde beginletter dan dezelfde kleur. Door het overschrijven van de woorden worden ze gemakkelijker in je geheugen opgeslagen. How German Sounds Compared to Other Languages Als het gaat om Duitse woordjes, kijk dan eens naar een aflevering van How German Sounds Compared to Other Languages op YouTube. Woorden hieruit worden vaak goed onthouden doordat er humor aan wordt gekoppeld. Maak je eigen versie van How German Sounds en maak een geluids- of videoopname. Kijk of luister hier zo vaak naar als je kunt. Je neemt eerst het Nederlandse woord op een normale manier op en daarna het Duitse woord bijvoorbeeld heel sterk overdreven. En tenslotte de toilethanger. Maak een schema in kleur van de grammatica of woordjes of een overzicht van de zinnetjes, en hang dit aan de binnenkant van de toiletdeur. Simpel, maar heel doeltreffend.